Zondag of jullie hebben zo'n schitterende beker, een uniek object van Maurice gekregen, van Maken zijn bedrijf. En ik zei tegen Maurice, ik heb ook nog wel een klein ideetje voor een klein kunstwerkje. Maar ze gaan me wel op tijd aangeven, maar dat komt wel goed. Hè? Dus zo tegen november ben ik een paar keer bij Maurice geweest. En toen is het creatieve proces een beetje begonnen. Maar ik wil wel echt een heel groot applaus, want ik heb er wel wat mee gedaan met de tijd en de energie die hij hierin heeft gestoken. Is formidabel, dames en heren. Geef een groot applaus voor Maurice Blijker! En natuurlijk gaan wij Maurice niet met lege handen naar huis sturen. We hebben gehoord dat hij nogal van een pintje houdt. Dus daarom, Maurice, voor jou een klein bierpakketje. En een waarderingsbedrag, ik begreep het toch? Hoi, nou vertel je wat nieuws. Maar dat regelen we wel later dan. Dan gaan we een erebeerte. een klein uitleg over dit object. Dit object wordt vandaag onthuld voor het eerst aan jullie. Maar het blijft hier uiteraard niet staan. Het zou hier een beetje vreemd staan. Het wordt uiteindelijk is het idee om dat bij Benny de Putter voor te zetten bij het pleintje wat nog ontwikkeld wordt. Kijk ik de burgemeester aan, maar ik denk nog een jaartje. Nog iets meer dan een jaartje. Ja, nog net iets meer dan een jaartje. Dan gaat hij daar uiteindelijk staan in een nieuwe plan, met een nieuwe groenstroom. Dus we geven uiteindelijk iets vanuit de 6x11-commissie. Want let op, betaald is door jullie allemaal. Het is jullie bijdrage aan ons. Jullie bijdrage aan al die festiviteiten of al die sponsoren die wij gehad hebben. Dat staan ook jullie allemaal op het beeldje. We hebben gevraagd om jullie een logo in te sturen naar ons. En dat hebben jullie ook massaal gedaan. En Teun heeft al die logo's verwerkt. En op het kunstwerk gezet. Dan ben ik nu richting het moment. Ik heb Frank van Onthullen gevraagd om het beeld te onthullen. Dus Frank en misschien een andere, misschien moet ik even het laddertje pakken en erbij zetten om alvast het bovenste spanbandje los te maken. Dan gaan we zo richting Frank van Onthullen. Frank, ik weet niet of je spanbandjes los kan maken, maar ik zal het maar iets laten doen. Misschien een klein muzikaal tromgeroffeltje ter ondersteuning zo en dan... Ja, daar gaan we. Langzaam maar zeker wordt het onthuld. En Frank, jij mag het laatste doekje eraf trekken, dat kun je wel denk ik. Dat moet lukken. Ja Frank, ben je er bijna klaar voor? Ik zie het bovenste spanmandje moet nog los. Ja, het spanmandje staat nog strak, de spanning stijgt. De temperatuur dan. En samen Maurice en Frank. Daar is een grote moment voor ons aangebroken. Hier is het blijvende kunstwerk, wat eigenlijk voor altijd een beterkomen zal blijven staan. En het mooie is, het is uiteraard gebaseerd op de pomp. En hij draait ook, het beetje erop draait. Als je de pomp bedient, dan draait het beterkompje de kant op die jij wilt. Daar gaan we dan. Langzaam maar zeker Frank, daar komt die. En die. Twee. Anderhalf. 1. 0,8. 0,66. 0,11! 0,011! 0,0011! 0,0011! En daar is hij dan, het kunstwerk! Ja, je ziet het beste weer te komen. Misschien van ver kan je het niet zo goed zien, maar in dit kunstwerk zijn alle logo's van alle carnavalsverenigingen uit Sas van Gent verwerkt. Dus dat is toch wel mooi dat je als vereniging ook gewoon blijvend te zien bent op het pleintje tegenover het oude postkantoor. Frank, even vragen om hem als eerste te bedienen, Maurice. Laat even zien hoe je dat ding bedient. Dat is wel mooi, dus ja, pomp hem maar eens rond. Heeft hem bij zijn pasmok aan. En dan langzaamaan beweegt het beterkopje. Hoe harder je draait, hoe beter het gaat. Daar gaat ie. Dus je moet goed je best doen. Het is pompen of verzuipen, zo te zien. Zo is het, zo is het. En dat betekent dat wij uiteindelijk echt tot afsluiting zullen komen van de 6x11 commissie. We hebben het met liefde gedaan.
Dank jullie allemaal voor jullie bijdrage. En als jullie bijdragen, willen wij iets terugschenken aan jullie. En dat is dit geweest. Dank jullie wel. Mag ik nog één allerlaatste applaus voor de 6x11 commissie. Ja, en dan gaan we hier een eind aan breien. Dan gaan we zo meteen